Het officiële verhaal is dat ze elkaar leren kennen in 2005. Voor de laatste keer deze eeuw is het mogelijk om op een bijzondere datum te trouwen. Voor 6 koppels uit Breda reden genoeg om speciaal vandaag in het huwelijksbootje te stappen. Dat is hartstikke leuk, maar het is eigenlijk niet anders dan andere dagen, behalve natuurlijk de datum 11, 12, 13. Dat is natuurlijk een hele bijzondere dag. En dat hebben die bruidspaar ook speciaal uitgekozen. Ze zeiden tegen mij, nou die kunnen we goed onthouden. Nou ja, dat klopt natuurlijk ook, die vergeet je nooit meer. Het is tijdens de ceremonie is het al wel naar voren gekomen, 11, 12, 13, 14, omdat onze zoon de 14 is geboren. En ja, wat dat betreft ben ik ook wel een echte man en 11, 12, 13 is geen datum die je makkelijk vergeet, dus dat heeft er ook wel echt mee te maken. In vergelijking met een reguliere woensdag trouwen er vandaag dan ook meer dan normaal. Er zijn er wel iets meer, want het is ook woensdag, het is niet echt een trouwdag bij uitstek, dus er zijn er wel meer dan gemiddeld in Breda. En de reden, zegt Anouk, dat het trouwen op deze dagen is, omdat 11, 12, 13, 14 goed onthouden is. Dan moet ik even, nadenken, het is van 12, 13, 14, maar nee, daarmee bedoel jij natuurlijk de 14e januari, de dag waarop de dame is geboren. Mooie datum of niet, het belangrijkste is dat de dag verloopt zoals gepland. Ja, een beetje problemen dan met de muziek, maar dat is dan ook niet echt een groot ding waar je dan heel erg moeilijk over moet gaan doen. Het is gewoon heel helemaal top dat zo'n ambtenaar dan goed op inspeelt. En de rest is gewoon allemaal heel de dag gegaan zoals dat we wilden. Dus onze dag kan niet meer stuk hoor. Vooral met het weer, gewoon onwijs veel geluk gehad. Een schitterende dag, dus je hoort ons niet klagen. En daar gaat het om. Ten slotte is ieder huwelijk en iedere datum uniek. Het heeft voor mij niets te maken met de datum. Anders dan voor de echtparen zelf waarschijnlijk. En zo leefden zij nog lang en gelukkig.